Hoi en leuk dat je kijkt naar een nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag en ik ben op kantoor. Ik moest namelijk vandaag werken, maar ik ga er nu vandoor. Want onze auto moet naar de maker of naar de jaarlijkse check-up soort APK. Maar dan anders volgens mij. Maar goed, dus daar ga ik nu zo heen. Ik had vandaag gewoon een simpele outfit aan. Omdat ik vanmiddag ook nog ga helpen bij vrienden van ons die gaan verhuizen. Dus daar ga ik ook nog helpen. Maar ik ga nu in ieder geval even alle orders wegbrengen. Ga ik het hier afsluiten en dan ga ik naar huis heel snel. Nou, het is avond. 9:30. En ik ben thuis. We waren dus nog eventjes gaan helpen met verhuizen van kennissen van ons. Dus waar ik ook altijd oppas, zeg maar. En ik heb dus van haar deze schoenen meegekregen om mee te nemen naar Ibiza. Want ik ga over anderhalf week naar Ibiza. En deze zijn toch fantastisch. Deze laarzen. Zo mooi. Dus die mag ik lenen. Daar ben ik echt heel blij mee. Dus die gaan sowieso mee. Ik ga nu lekker douchen en naar mijn bed in. Morgen moet ik super vroeg opstaan. Ik hoef morgen niet te werken, want ik ga morgen mijn ogen laten testen met druppels. Ik ben er best wel een beetje zenuwachtig voor. Omdat ik echt van super veel mensen hoor dat ze echt daarna gewoon de hele dag niet meer kunnen zien. En ik vind het een heel naar idee dat ik, zeg maar, tegen mijn wil in slecht zie. Want als ik bijvoorbeeld nu slecht zie, dan zet ik mijn bril op en dan zie ik weer beter. Maar dan zie je slecht. Je kan ook niet tegen het zonlicht, dus je moet de hele dag met de zonnebril oplopen. Dus ik vind het wel een beetje spannend. Maar ik heb het vroeg in de ochtend. Ik hoop dat ik er niet al te lang last van heb, want ik heb vanmorgenavond een peeling staan voor mijn gezicht. Dus ik hoop dat ik dat wel, dat ik daar wel heen kan. Anders kan ik dat niet meer voor Ibiza doen. Maar natuurlijk wel. Ik ga nu lekker douchen en op tijd mijn bed in. Morgen moet ik hier om 8 uur wegrijden, want ik moet naar Wassenaar. Want daar zit die kliniek waar ik dat ga doen. Of kliniek, ja zoiets als mijn kliniek. Maar goed, ik kan daarna mag ik natuurlijk ook niet auto rijden, want als je niet zoveel ziet, is het niet handig. Dus werken heeft dan ook niet heel veel zin. We zien het morgen allemaal wel. Voordat ik verder ga met deze week vlog, wil ik jullie heel graag nog een pakketje laten zien die ik heb gekregen van Naked. Ik wou hiervan eigenlijk heel graag een aparte shop nog maken. Maar ik heb echt super weinig de tijd voordat ik op vakantie ga om dat te doen. Dus ik dacht, ik gooi het gewoon lekker in mijn weekvlog erbij. Dan hou ik het gewoon kort. Maar dan laat ik jullie toch allemaal even zien wat ik heb geshopt. Dit shirt is echt fantastisch groot. Ik heb hem in een maatje L. En ik moet zeggen, ik kan er wel echt in zwemmen. Zo groot is die. Want hij hoort er oversized te zijn. Maar volgens mij waren er geen kleinere maten meer. Dus had ik daarom een L gekozen. Maar ik hou er juist heel erg van. Ik vind hem heel erg leuk grijs. Dan heb ik deze zonnebril. En ik vond deze wel heel leuk. Zo ziet hij eruit. Ik heb echt geen zonnebril over, jongens. Het is echt bizar. Maar ik heb dus eigenlijk altijd deze van Bottega. Die moet ik trouwens even kleiner gaan laten maken. Want ik weet niet wat er mee is gebeurd. Maar die dingetjes zijn helemaal losgegaan. Vond ik wel een beetje hetzelfde vibeje. En als ik die altijd kwijtraak, dacht ik, het is makkelijk om eventjes een goedkopere versie te hebben. Ook nog echt een superleuke broek. Maar die heb ik naar de kleermaker gebracht al gelijk. Omdat ik die heel graag mee wil op vakantie. Dus dan is hij op tijd klaar voor dat ik op vakantie ga. Op camera lijkt het echt alsof de kleuren heel erg verschillen. Maar dat valt wel heel erg mee. Ik moet eigenlijk de broeken nog passen. Dus ik weet niet of ik het pas. Maar dit is in ieder geval een spijkerjasje die je ook als een soort van blouse kan dragen. Dat vond ik zelf heel erg leuk. Dus met een broek eronder van dezelfde kleur. Dus deze, die heb ik in een maat 36. Ik was echt heel erg op zoek naar een goede donkere spijkerbroek. Ik heb namelijk alleen die lichte spijkerbroeken. Dus dat is deze. Dit is de High Waist Straight Jeans. In het donkerblauw dus. En die heb ik in een maatje 38. Ik ben heel erg benieuwd hoe die valt. Dan heb ik nog een andere jeans. Namelijk deze zwarte. En die is echt super oversized. En dat vind ik heel erg leuk. Die heb ik ook in een maatje 38. Dit is de low waist wide leg jeans. En ik ben heel erg benieuwd hoe low waist die valt. Want ik vind bij mezelf dat niet heel mooi staan. Dus daar ben ik wel heel erg benieuwd naar. Maar dat zijn dus die. En dan als laatste even weer een basic strapless tube top. Deze heb ik altijd van Naked. Ook in het grijs, in het wit. Ik vind deze echt super chill zitten. En ik vind het ook mooi dat ze langer zijn. Dus dat het niet cropped is. Maar dat je het gewoon mooi netjes in je broek kan doen. En die heb ik altijd in een maatje
S. En dat is de tube top. Zo heet die letterlijk. Dat zijn dus alle items van Naked. En ik heb ook een code voor jullie. Met de code ROSA krijg je 30% korting als nieuwe klant. En 15% korting als bestaande klant. Dus check het zeker weten. Ze hebben echt super leuke items op het moment. Dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Nou, het is vandaag dinsdag. Ik ben helemaal buiten aan van trap. Is niet normaal. Ik heb vandaag helemaal niet gefilmd. Omdat ik vanochtend mijn afspraak had bij de oogarts. De billen zijn nog steeds zo groot. Maar ze stonden echt gewoon de hele dag wagenwijd open. Echt niet normaal. Alsof ik gewoon echt zwaar aan de druk zat. Zag er echt niet uit, maar goed. En ik heb de hele dag bijna niks kunnen zien. En ik had super veel hoofdpijn ervan. Dus ik heb eigenlijk niet echt de camera erbij gepakt. Gelukkig kon ik een beetje kijken met de leesbril van mijn moeder. Die is voor dichtbij, dus ik kon een klein beetje dingen zien. Maar ik kon bijvoorbeeld echt niet op mijn telefoon typen. Want ik zag het gewoon allemaal niet meer. Het was gewoon helemaal wazig. Super naar vond ik het, maar goed. Maar goed, de laatste paar uur is het zicht wel weer teruggekomen. Dus ik kijk nu wel gewoon weer normaal gelukkig. Alleen in het licht heb ik wel een beetje pijn in mijn ogen. Dus ik doe wel zonnebril als ik naar buiten ga. Ik ben net naar de huidtherapeut weer geweest. Het was een hele rare klemtoon. Het is nu 8 uur. Ik had om 7 uur afspraak. Nou, kwart voor 7 afspraak. Dus ik ben net thuis. En ik heb dus een peeling gehad met zuren. En ik ben heel erg benieuwd hoe het eruit gaat zien. Echt het allerlaatste bruine laagje wat ik op mijn gezicht had, is er echt helemaal af nu. Ik ben super bleek. Er zijn weer super leuke pakketjes binnengekomen. Maar daar komt een aparte shoplog van. Samen met de Zara items. Maar ik ga deze tas wel vast aan jullie laten zien. Ik ben hier namelijk echt zo blij mee. Ik heb een tas ontvangen van Verified. En Jules heeft dus hier altijd tassen van. En ja, ik vind deze echt fantastisch. Je kan hem dus aan de zijkant met zo'n gespje ook nog tot een handtasje maken. Het is heel moeilijk om met één hand dit te doen. Dus zeg maar zo'n tasje en dan zit die gesp zo aan de zijkant. Echt super, super vet. Ze hebben allemaal van dit soort leuke tassen. Ik ga nu lekker even mijn haar wel wassen. Want dat mag echt gebeuren. Lekker douchen en lekker in bed filmpje kijken en vroeg slapen. Nou jongens, even ultiem geluk voor mij. Ik heb mijn favoriete geurkaars aangezet van Maison Margiela. De camera stelt alleen absoluut niet scherp, maar goed. Ik ga intussen lekker mijn weekvlog van vorige week bewerken. Lekker planning voor de komende dagen maken. Lekker een kopje thee. Ja, fantastisch. Het is wel 10 uur, dus ik ga snel door. Want ik ben altijd al een uurtje ongeveer bezig ermee. Dus ja, ik ga dat lekker doen. Mijn haar heb ik gewassen. Dat is nog lekker aan de lucht en drogen. En dan ga ik dadelijk lekker slapen. Oh mijn god jongens, ik ga net even op de badkamer mijn tanden poetsen. Maar mijn pupillen zijn nog steeds zo groot. Ik dacht echt, dat gaat gewoon als mijn zicht soort van weer goed is. Is dat ook weer gewoon weg. Maar het is niet normaal. Ik heb nog nooit drugs gedaan, maar het lijkt echt volgens mij alsof ik een lekker feestje heb gehad. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik ben me aan het klaarmaken om zo weer naar Bayou te gaan. Ik heb dus vandaag geen make-up op. En dit is hoe mijn huid er dus een dag na de peeling uitziet. En ik merk heel erg dat bepaalde pigmentvlekken naar voren komen, zoals deze. Dat heb ik echt een tijd niet gezien, maar die komt nu dus wel weer naar voren heel erg. Omdat ik denk dat het laagje als er verder omheen zat, natuurlijk weg is gegaan. Dus ik hoop dat dat wel een beetje weer bijtrekt. Want ik vind dat echt een van mijn lelijkste pigmentvlekken die er is. Verder ben ik echt dus super wit. Omdat echt al het bruine wat ik had, is er gewoon afgegaan met die peeling. Maar goed, ik ga vandaag lekker geen make-up op doen. Want ik wil het gewoon zoveel mogelijk laten luchten. Ik heb alleen even mijn wenkbrauwen een beetje met zo'n borsteltje gedaan. Ik heb dus een outfit aan. Gewoon een pantalon en een trui. En omdat ik dus zeg maar zo slecht naar mijn idee eruit zie. En die outfit aan heb, zie ik er echt voor mijn gevoel uit. Alsof ik letterlijk mijn bed uit ben komen rollen. Maar goed. Nou jongens, ik heb vandaag de hele dag veel te weinig weer gefilmd. Helemaal niks. Ik was naar werk vandaag. Ik was mijn camera vergeten mee te nemen. En toen ik net thuis kwam, heb ik even mijn honden uitgelaten. Oh my god jongens, morgen over een week ga ik op vakantie. Ik zag alleen net wel op de weer dat het daar echt dan helemaal niet zo lekker weer is. Maar ik hoop dat dat nog gaat veranderen. Want ik heb echt eventjes warmte nodig en zon. Nou jongens, mijn broer gaat bij zichzelf
een tatoeage zetten. Dit is het apparaatje en dan komt er dus zo'n naaldje op. En dan gaat dus een ster doen. Nou, ik ben echt super benieuwd. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Nog één dagje. En dan is het weekend, want morgen is natuurlijk bevrijdingsdag, dus dan zijn we vrij. En ik ben op werk, het is nog best wel vroeg, dus denk ik nu 9 uur. Ik dacht, ik ga vast extra vroeg, dan kan ik een aantal dingetjes vroeg doen. En dan om 11 uur hebben we een afspraak. En dan kan ik daar nog even laatste dingen doen en dan lekker naar huis, want het wordt vanmiddag als het goed is lekker weer. Dit zat ik aan, het broekje van de Bershka en topjes van de Zara. En ik ben dus al een beetje afgevallen, waar ik echt super blij mee ben. Ik woog namelijk vorig jaar, voordat ik naar Bonaire ging, 52 kilo. En dat was wel altijd een beetje heel dun. Maar ik ben zo erg aangekomen de afgelopen tijd, dat ik nu dus 65 woog. En dat is in principe niet per se heel zwaar, maar het is gewoon niet wat ik van mezelf gewend ben. En het is ook niet dat het spier is, het was echt alleen maar vet. En ik zit nu op de 62,9. Dus ik ben al wat afgevallen, daar ben ik super blij mee. En dat doe ik dus echt puur door diëten. Ik sport niet heel vaak, ik heb de afgelopen 2 weken 2 keer gesport. Maar ik probeer zoveel mogelijk wel te bewegen, als in wandelen en zo. En ja, dat gaat me best wel goed af, gelukkig. Ik had ook een, ja sorry, maar die belichting is echt fucking good. Ik had een soort, eetschema gekregen. Maar ik merk toch dat ik dat echt heel moeilijk vind om het daaraan te houden. Gewoon puur het houden aan een schema vind ik echt super moeilijk blijkbaar. Dus ik probeer dat wel een beetje los te laten. Maar ik houd het wel een beetje als een soort basis. Dus qua ontbijt en avondeten en dat soort dingetjes. En dan tussendoor kijk ik gewoon van oké, wat kan dan? Wat is lekker? En zo probeer ik toch een beetje gevarieerd te eten. Ik heb even lekker een kopje thee gemaakt. Die ga ik even opdrinken. En eventjes de studio klaarmaken voor de store appointment. Want dan halen we altijd nog wat andere rekken met bikinis van de sale erbij. Die normaal gesproken niet in de studio staan. Dus dat ga ik eventjes doen. Want om 11 uur komt er dus iemand over 2 uur. En dan ga ik denk ik alvast wat orders inpakken. En ja. Oh, dit is trouwens hoe mijn huid er nu uitziet. Echt super blij mee. Ik heb hier wel wat plekjes. Maar mijn therapeut zei ook dat het ook juist nu even allemaal eruit kan komen. Wat nog niet naar boven is gekomen. Dat dat door die peeling naar boven komt. Dus ik moet gewoon goed blijven reinigen. Ik probeer zo min mogelijk make-up te dragen. Ik heb nu een klein beetje concealer alleen op. En gewoon mijn wenkbrauwen. Maar verder dus niks. Ik probeer het echt lekker een beetje te luchten. Zeker als het ook wat lekkerder weer is, is het ook gewoon lekker om zonder make-up de deur uit te gaan. Nou jongens, ik ben klaar met werken. Ik ben net thuis. Plus dan. Ja, oké. Ik heb even een eitje gekookt. Ga ik even eten. Ik heb nog een barstje krijgen in mijn hand. Wat kan ik maar zeggen? Iedereen is weg. Ik heb geen idee waar iedereen is. Ik dacht, ik kom gezellig thuis. Ik ben vandaag best wel vroeg klaar met werk namelijk. Het is nu 14:45. Ik ben thuis. Obvious, maar ik dacht ik kom gezellig thuis. Iedereen is thuis, maar er is helemaal niemand. Dus wat ik denk even ga doen. Even een petje opdoen, want mijn gezicht mag nog niet even in de zon. Door die peeling nog. Maar dan ga ik even lekker in de tuin zitten. Zout en peper. Heel veel peper altijd. En heel veel zout. Goed. Ik ga even kijken waar iedereen is. En in de zon zitten. Is het dus het einde van de dag? En ik ga zo lekker douchen. We hebben net even 2 minuten stil gegaan voor de dodenherdenking. En nu moet ik super nog plassen, dus ik ga even voortfilmen. Ik was nog even met mijn moeder naar de stad geweest. En er is weer een pakketje van Look Fantastic binnen, maar dat ga ik binnenkort laten zien. En eigenlijk het enige wat, ja, heel simpel, ik heb gehaald, zijn even nieuwe watjes. Die had ik nodig. Van Refecto Seal eventjes een nieuwe wenkbrauwverf dingetje, want de bruine kleur die we altijd hebben is op. Dan een lippenbalsem met SPF van Biodermal. Ben ik wel benieuwd naar. Hij is in ieder geval super mooi, ook gewoon als een lipglossje. Dus ik doe het niet per se voor de SPF. Dan heb ik ook even een nieuw kwastje waarmee ik mijn wenkbrauwverf altijd aanbreng. En dan hadden we even een aantal van die soort van scheermesjes. Die gebruik ik ook altijd voor mijn wenkbrauwen. Maar ik heb even eentje uitgehaald en de rest beneden gelaten. Dus dat is wat ik hem heb gekocht. En nu ga ik dus lekker even douchen. Lekker
pyjamaatje aandoen. Beneden nog even op de bank lekker een kopje thee drinken. En dan vanavond lekker slapen. Ik ga morgen dus toch wel werken. Ik zou eigenlijk niet werken. Maar ik ga straks wel even een paar uur in de ochtend werken. Dus dat. Goedemorgen. Het is vandaag... ik moet rijden. Vrijdag. En ik denk dat ik hier ook mag rijden gelijk. Scheiße. En ik ben onderweg naar werk nog best wel vroeg. Ik ga eerst dus wel langs Overheen. Ik hoop dat ze wat hebben. Dus die staking. Dus ik hoop dat ze wat hebben. Ik heb dus echt een outfit aan waar ik me niet comfortabel eigenlijk in voel. Ik heb namelijk een colletje aan. En dat heb ik dus echt nooit aan. Want ik vind het bij mezelf gewoon echt niet staan. Oh, Speedy. De treinspoor ging dicht. Oh, dat was spannend. Ik heb mijn haar dus in de rozemarijnolie zitten. Dus daardoor is het echt super vettig. Dus ik heb er een soort van staartje van gemaakt naar achteren. Dat ik dus ook niet echt bij mezelf vind staan. Dus het is even helemaal een niet zo roze lookje. Ik heb een jasje aan. Deze is van de Zara. Super lekker weer vandaag volgens mij. Althans, ik liep dus net zo de deur uit. Dit is een korte mouwen dingetje. En dan met dus dit erop. En ik had niet kou. Toen ik gewoon naar buiten liep zo. Dus. Betekent dat uiteindelijk dat het mooi weer gaat worden in Nederland. Ik hoop het. Ik hoop het. Ik ga heel snel naar Albert Heijn. Om even wat dingetjes te halen. Dan ga ik dus even een aantal uurtjes werken. En voor vanmiddag heb ik helemaal geen plan. Ik denk lekker chillen als de zon gaat schijnen. Want het is wel bewolkt. Maar het is wel lekker weer. Oké, ik heb boodschap gedaan. Ik heb niks boeiends gehaald. Ik heb aardbeidjes gehaald. Vind ik heel lekker. Ook in kwark. Maar ook gewoon om lekker los te eten. Dan heb ik 2 flesjes Cola Zero gehad. Ik ben dus echt verslaafd aan Cola Zero. Dat is echt niet oké. Dus ik moest weer even flesjes hebben voor op werk ook. En dan heb ik Snack Jacks gehaald. Ik vind het ook echt zo fucking lekker. Ik ga nu doorrijden. Ze zijn overal allemaal dingen aan het opzetten. Omdat het natuurlijk bevrijdingsdag is. Dus... Waar is mijn telefoon? Oh, hier. Oh my god. Ik had even een shocking moment. Nou jongens, een klein deel van de orders die we net hebben gedaan. 3 zakken. Nu nog de rest. Ik vind mezelf echt een ratje met dit haar. Ach, wat erg. Nou, ik zit weer in de auto. Oh my god. Oh, ik heb het echt super warm, want ik moest even een paar van de zakken alvast mee naar voren nemen. Best wel zwaar. Ik zit ook te regenen, gaaf. Ik vind dat het lekker weer is. Het wordt best warm. Als het nou zonnig wordt, is het top. Begint het echt nu. Ik ben super dik te regenen. Tenminste niet dik, maar van die dikke spetters. Gaat voor hard ook. Ik ga nu naar huis rijden. En dan thuis even wat eten. En ik wou het eigenlijk misschien naar de stad. Maar met dit weer ga ik absoluut niet naar de stad. Oh, je zit. Wat groot. Het is zaterdag en ik ben momenteel aan het oppassen. Het is nu 8 uur geweest. Ik heb net alle kinderen op bed gelegd. Het ging vandaag een beetje moeizaam, maar goed, ze liggen. Ik deed dat mijn camera de belichting weer raar is. Ik snap echt niet wat de laatste keer met mijn camera aan de hand is. De belichting blijft zo gek. Ik snap er niks van. Maar goed, ik ben nu dus aan het oppassen. Ik heb vandaag de hele dag lekker gevaren met mijn lief en met de ouders. Was het super gezellig en super lekker weer. Ik dacht eigenlijk dat het vandaag bewolkt zou worden. Maar uiteindelijk heeft het zonnetje nog best wel veel geschenen. Dus het was lekker. Het is nu wel aan het regenen. Maar nu maakt het toch niet uit. Want ik zit lekker binnen. Ik ga even kijken of er een leuke film is. Ik zag net volgens mij een film van de oorlog. Dat vind ik altijd wel leuk. Dus ik denk dat ik dat even ga kijken. Ik heb er een avondmaaltje gemaakt. Colaatje zeer. En ja. Yeah. Gisteravond trouwens nog eerst met mijn broer en mijn zus naar Circus gegaan. Dat is een soort restaurant waar je ook een soort spelletjes of iets kan doen. Wel echt heel erg leuk in het oude pand van de Hudson Bay. Helemaal bovenin. Dus je hebt ook super mooi uitzicht over Leiden. Dus dat was heel gezellig. En dat is dus van kennissen van ons. Dus daar zijn we eventjes gaan kijken. Daarna zijn we nog naar de El gegaan, dat is een andere kroeg. En toen is mijn vader ook nog gezellig gekomen. En toen ging ik daarna met mijn zus nog Turkse pizza eten, echt om 1 uur 's nachts. Zo fout, maar zo lekker. Ik ben dus alvast mijn vloer gaan bewerken. En mijn camera heeft dus echt letterlijk de helft
van de dingen die ik gefilmd heb gewoon niet gefilmd. Zo raar. Ik ben net onbewust. Nou, eigenlijk stiekem niet onbewust. Maar mijn hele gezicht open zitten krabben. Echt, ik haat mezelf dat ik dit doe. Zo, op deze manier gaat mijn huid nooit beter worden. Maar het is ook altijd alleen aan deze kant. Ik begrijp het gewoon niet. Deze kant heb ik het gewoon niet. En deze kant zit altijd onder. Altijd. Ik ben er klaar mee. Maar goed, ik moet het ook niet meer openkrabben. Want, oh nee. Beter gaat het even weg de komende dagen. Het is vandaag maandag. En ik heb gisteren helemaal niks gefilmd. Omdat ik de hele dag zo beroerd heb gevoeld. Ik heb denk ik wat verkeerd gegeten. Echt me super slecht heb gevoeld. Maar goed, ik heb dus ook de vlog nog niet afgesloten. Dus dat ga ik bij deze doen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En ik hoop jullie bij de volgende video weer te zien. En de volgende video wordt een Ibiza vlog. Onder andere. Dus tot volgende week.